Welkom iedereen terug bij een nieuwe video van Pakkify. Vandaag heb ik best wel een handige tool, wat misschien jullie wel verder op weg kan helpen met productiviteit of gewoon handigheid. Dus ik was thuis aan het editen op mijn laptop en de kleurenweergave op mijn laptopscherm is gewoon best wel bagger. Ik kan er helemaal niks mee uitmaken en het is gewoon niet goed. De kleur, de contrast is veel te verschillend tegenover een normaal scherm zoals ik hier heb en op mijn telefoon. Want op mijn telefoon, het scherm is absoluut prachtig en het is AMOLED en het is gewoon hartstikke goed. Toen vervolgens ging ik telkens screenshots sturen naar mijn telefoon om te kijken of ik wel goed de kleuren heb bewerkt in Premiere. En dit was echt gewoon een hel. Het duurde veel te lang en ik had zoiets van, er moet vast een andere methode wezen. Toen kwam ik uiteindelijk bij Spacedesk, wat je hier dus ziet op mijn mobiel. Spacedesk is dus een applicatie wat dus helpt om dit telefoontje, dit scherm, als externe monitor te gebruiken. Dus ik laat jullie even zien. Oké, dus als eerste wat je gaat doen is je gaat naar spacedesk.net en dan zul je dit allemaal dus zien. Je gaat naar download toe en je klikt Windows 10 of Windows 8.1, 64-bit of 32-bit. Hangt net af natuurlijk van je Windows versie af, maar download gewoon wat bij jouw systeem past. Betreffend Apple apparaten ondersteunt dit programma dat nog niet. Dat is alleen voor Windows nog. Maar als jij denkt van ik wil mijn iPhone gebruiken, ik heb het zelf niet getest. Maar als je dat zou willen doen, kun je hier nog wel de app downloaden voor op je telefoon. Dus je kan wel je iPhone gebruiken als een tweede monitor. Alleen niet. Het is alleen niet bruikzaam op een Apple MacBook of iMac of dat soort apparaten. Dus alleen voor Windows. Dus je klikt op dus die 64-bit hierboven, je downloadt dat en je gaat ook vervolgens naar de Play Store en je downloadt deze app. Dat is het. Je downloadt deze app, installeert beide op je computer en op je mobiel. En zodra je dat gedaan hebt, open je als eerst op jouw computer de Spacedesk server. Zo komt het dan uiteindelijk te staan in jouw computer. En dan zul je dit schermpje dus uiteindelijk zien. Vervolgens wat ik dan ga doen is mijn telefoon openen. En dan zul je uiteindelijk hier dit zien. Ik zal het even voor je inzoomen. Dus uiteindelijk zul je dit schermpje dus zien op je mobiel als je de app opent. Je hebt hier rechtsbovenin heb jij een menu. Daar kun jij je settings aanpassen als je dat wil. Resolutie, kwaliteit en dat soort dingen als je dat wil. En vervolgens heb jij alleen eigenlijk dit nodig. Dus als je met je netwerk verbonden bent, dus je mobiel is verbonden via wifi en je computer via een netwerkkabel of ook wifi en het netwerk komt overeen met elkaar, gebruikt hetzelfde netwerk, dan kun jij hier simpelweg hieronder op de IP-code drukken en bam, alles verandert hier. Holy shit, zie? Kijk eens, allemaal dezelfde scherm. Allemaal is het gewoon een en al hetzelfde. En het leuke hieraan is trouwens nu ook, je kan dus met je mobiel als touchpad gebruiken, als je dat zo wil trouwens, dat kan. Dus je kan ook gewoon navigeren door alles heen, als je dat zo wil. Dus als je ziet, ik scroll op mijn scherm van mijn mobiel en dat doet het. En ik kan nu gewoon alles aanklikken wat ik maar wil. Dus als ik naar Instagram ga, dan gaat hij naar Instagram. En het werkt gewoon helemaal top. En er zit een kleine vertraging natuurlijk in, maar het werkt gewoon absoluut top. Dus als je zegt van ik wil dit gewoon als externe monitor gebruiken, doe je even Windows P en zeg je ik doe Extend. Dus wat je nu zal zien is inderdaad, dit scherm is nu apart, dit scherm is apart en dit is apart. Dus als ik nu naar dit, dus laten we zeggen, oké, ik heb mijn tweede scherm hier. Oké, ik verplaats die naar links. Ah, kijk, het is gewoon naar mijn tweede scherm gegaan, zie je? Maar als ik nu zeg, ik wil dit scherm op mijn mobiel hebben, dan sleep je het gewoon naar rechts toe, op het mobiel. En zoals je ziet, zit het hier op mijn mobiel. Dus op deze manier kun je dus heel handig dingen editen, foto's editen, weet ik wat allemaal wat je wil. Kun je je mobiel gebruiken als een soort van referentie monitor. Heel handig en veel accurater natuurlijk dan dat je zou bewerken op bijvoorbeeld een scherm met een TN-paneel of eentje die gewoon niet zo heel lekker uitziet. Dus als je dit handig vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog, subscribe natuurlijk voor meer en ik zie jullie helemaal terug in de volgende video. Dankjewel voor het kijken en tot ziens. Jojo!